Wat voor fantastische shirts heb je achter je hangen? Oh ja, is op mijn werkkamer. Ik heb hier, moet ik even kijken. Ja, aan deze kant hangt Marokko, ja? Daaronder Cameroen. Naast Cameroen, Senegal. Dan heb ik aan de, moet ik even, zo. Ik heb een Marokkaans shirt, Italiaans shirt. Ik heb nog een shirt van de NEC hangen, die ik ooit van Tariq Divarsi heb ontvangen na een UEFA Cup wedstrijd. Altomere City shirt, Argentinië, Marokkaanse club, Brazilië. En aan andere muur heb ik nog wat andere shirts hangen. Dus, keurig collectie. Ja, er zit hier natuurlijk altijd in een ander shirt van een willekeurig ploeg. Dus ja. Goed zo, jongen. Het shirtje van Lille, ja, dat zou daar prima tussen kunnen passen. Het is voor mij dat mouwloze shirt ook. Ja, dat van is classic. Ah, het is wel... Ja, het is mouwloze shirt inderdaad, ja, klopt. Prachtig. Bilal, waar gaan we mee aftrappen met het Afrikaanse voetbal? Yes. Even kijken, ja. Laten we in ieder geval even beginnen met de Nederlandse spelers. Althans, de Nederlandse spelers die daar in de kwalificatiereeks actief waren. Dat is bij Ivorcus bijvoorbeeld Wilfried Kanon van ADO. Dat vind ik echt zo apart. Want hij speelt bij ADO, bij een Nederlandse subtopper. Maar als je kijkt met wie hij samen speelt, dat zijn Serge Aurier... Eric Bailey van Manchester United. Hij houdt Adama Traoré van Basel op de bank. Zo. Dus ik vind, dan ben je goed bezig. En hij valt ook niet buiten de toom of iets dergelijks. Dus die jongen die is goed bezig. Die heeft met Ivorcus als basisspeler met 3-1 gewonnen van Mali. Dus die jongen was goed bezig. Bij Marokko hadden we 5 Nederlandse spelers actief. Ziyech, El Amadi, Tanane, Boussoufa en Amrabat. Ja. Zie je echt de hele wedstrijd niet in actie gekomen? Ja, dat was wat opvallend. Ja, daar krijgen we heel veel vragen over. Hoe kan dat? Nou ja, de voorkeur ging uit naar Boussoufa. Omdat de trainer vindt dat Boussoufa in die rol wat beter is dan Ziyech. Alleen als je ziet dat gaandeweg de wedstrijd er meer, eigenlijk meer kwaliteit nodig is, dan verwacht je dat de trainer op een gegeven moment Ziyech inbrengt. Maar ja, die heeft daar uiteindelijk niet voor geopteerd. Het is onbegrijpelijk. Commentatoren en journalisten, analisten in Marokko en Noord-Afrika begrijpen er ook helemaal niets van. Oké, gelukkig. Dan zul je net zien dat hij komende week in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Canada wel opgesteld zal worden in een wedstrijd die weer nergens over gaat. Het is vrij apart. Ik dacht dat de bondscoach spelers die in de zandbak gingen spelen een beetje zou boycotten. Is hij daar teruggekomen? Dat hadden we inderdaad ook begrepen. En er was ook op een Marokkaanse site was ook een poll daarover. Bijna 90% van de mensen zeiden ook van... spelers die inderdaad zoals in de zogenoemde zandbak spelen... Die hoor je niet te selecteren. Die moet gewoon lekker daar blijven spelen. En pak spelers die in een topcompetitie actief zijn. Maar ja, daar is dus kennelijk alweer van afgeweken. Zo snel gaat het ook weer, hè? Ja, inderdaad. Ja, het is vrij apart. Nou, het is en blijft de voetballerij. Dus, Amrabat en Tanane die bespeelden samen de rechterflank. Ja. Tanane in een aanvallende rol. Amrabat in een wat meer verdedigende rol als aanvallende linksachter. Maar die wisselwerking liep niet helemaal optimaal. Amrabat was ook wat, hoe moet je dat zeggen? Hij leek niet helemaal fit. Hij liep wel enorm veel met de bal, maar ook telkens onnodig balverlies. Heel veel eerste aannames die niet lukken. En dan heb je Tanane die dan normaal gesproken in de rol van Amrabat speelt. En wat hij normaal goed doet, maar dit keer dan in de meer aanvallende rol speelt. Maar die staat tegenover Johan Obiang. Nou, dat ging gewoon niet. Die had daar zoveel moeite mee. Lag ook heel vaak op de grond. Dat was echt teleurstellend. Want over Amrabat, even kort Bilal. Dat is bij Watford nu wel echt... Hij is meer verdediger dan aanvaller, hè? Ja, klopt. Ja, klopt. Klopt. Ja, hij vervult die rol in principe best goed, hoor. Ja. Bij Watford. Alleen bij Marokko... Ja, ik denk dat omdat hij met Tanane... Hij speelt bijna nooit met Tanane samen. Okay, want Tanane speelt natuurlijk bij een andere club. Dus die jongens komen elkaar alleen bij Marokko tegen. En ja, die wisselwerking die loopt gewoon niet helemaal lekker. Dus normaal speelt Dirar namelijk op rechtsachter, sorry. En Tanane dan rechts voor... Of Tanane rechtsachter... Oh, sorry. Dirar rechtsachter. Juist. En Tanane rechtsvoor. En die wisselwerking loopt wel goed. Ja. Dus en nu was het dan een keer... mislukt eigenlijk. Ja, inderdaad. Ja. Ja. En dan ook nog eens in een belangrijke wedstrijd. Ja, want Gabon is een van de zwakkere tegenstanders in deze groep.
Dan moet je daar gewoon de 3 punten pakken en er ook alles aan doen om die 3 punten te pakken. Maar ja, de overload techniek zoals, of de overload tactiek zoals ik dat graag noem, die werkte gewoon niet, hè? Nee. Dus. En El Amadi? Ja, El Amadi gewoon een hele puikenwedstrijd, hoor. Ja. Die was gewoon overal aanwezig op het middenveld. Veel druk naar voren toe. Veel ballen afgepakt. Veel ballen ook goed vooruit. Hij is een fijne vorm, trekt hij gewoon moeiteloos door. Ja, absoluut, absoluut. Nou ja, het is voor hem gewoon jammer dat het systeem niet werkt. Waardoor hij ook daarop wordt afgerekend in principe. Dat is wel jammer. En je was ontzettend te spreken over Congo. Ik heb de samenvatting zitten kijken. Was een leuke wedstrijd. Ja, je bedoelt de Democratische Republiek Congo. Ja, want sorry. Dat zijn er twee natuurlijk. 4-0 toch? Sorry? 4-0 was het? Ja, 4-0 inderdaad. Ja, Democratische Republiek Congo hebben echt een superleuke ploeg, jongen. Dat is echt. Je bent met Yannick Bolasie, Jordan Botaka, Cedric Bakambu, Jeremy Bokila, Jonathan Bolingi, Diomerci Bokani, Marcel Tisserand, Neeskens Kebano, Lema Tampi. Dat zijn spelers. Die wissels, spelen... hè? Ja, dan vergeet ik de wissels ook nog in de dag. Nee, joh, dat man. Jij bent ook een groot fan van Bolasie, toch? Zeker een groot fan van Bolasie. Ja, maar de andere jongens, het zijn gewoon hele bewegelijk. Het is heel leuk om naar te kijken altijd. Hey, Bilal, het is trouwens niet overdreven hoe ik je net aankondig. Want ik krijg hier echt heel veel vragen voor je. Allereerst, wie staat er straks op doel bij Cameroen? Dat heb ik nog niet doorgekregen. Ik hou inderdaad ook rechts van me mijn scherm in de gaten. Om te kijken of het nou Ondoa of Onana gaat worden. Ja. Maar het kan ook nog zo zijn. Want ik had met Jimmy, die ook wel eens bij jullie zit, had ik ook een discussie. Want het is ook best mogelijk dat ze tegen Algerije, het sterke Algerije, gaan kiezen voor ASMB. Dat is de meer ervaren keeper. Ja, klopt. Die is er later bijgekomen, want er werd gekozen voor een lokale keeper. Die is uiteindelijk vanwege administratieve redenen is die afgevallen. Die kon niet geregistreerd worden. Typisch Afrikaans. Ja. Maar en toen is Asambe erbij gehaald. Maar het kan best nog eens zo zijn dat hij begint aan deze wedstrijd. Dus we moeten het even afwachten. En daarover, over die pool gesproken, Algerije, Nigeria of toch Cameroen. Wie gaat er afvallen, denk je, in pool B? Ja, ik... Dat is heel lastig te voorspellen, Niel. Dat is ja, maar echt de mensen willen het van jou weten, Bilal. De mensen willen het van mij weten. Als ik het voor... Nou, ik zou mijn geld op Nigeria zetten. Dat die afvalt? Dat die niet afvalt, dat die het WK halen. Hè? Want okay. er gaat maar één land per groep gaat maar door. Hè? Dus in een groep met Nigeria, Algerije, Cameroen en Zambia... Ja. Zou ik mijn geld op Nigeria zetten. Oké, hartstikke goed. Er waren ook mensen, jij kijkt zoveel Afrikaans voetbal. Bezoek je ook veel wedstrijden zelf daarin op het Afrikaanse continent? Nee. Dat is voor mij helaas niet te doen. Ik vind het leuk als ik op vakantie ben in Marokko om dan nog wel eens wat wedstrijdjes te pakken. Maar het is natuurlijk gewoon een droom om bijvoorbeeld een keer een Champions League finale, Afrikaanse Champions League finale te bezoeken of een keer een Afrika Cup. Daarom hoopte ik eigenlijk dat in 2015 een toernooi in Marokko gehouden zou worden. Want dan had ik daar wel heen gegaan. Maar ja... Het is qua kosten en qua reistijd en weet je, het is allemaal te veel, weet je. Hoe lang is Afram Grant nog bondscoach van Ghana? Oh, goede vraag, man. Dat zou zomaar nog heel kort kunnen zijn. Ja, hij nam een vrij goede ploeg nam hij over. Alleen hij heeft daar een bepaalde mix van gemaakt wat gewoon niet voetbalt. Het lijkt alsof er gewoon 11 losse spelers op het veld staan. Die mag gewoon voor zichzelf bezig zijn. En hij is er ook eentje die dan ook altijd het veld of de scheidsrechter of de omstandigheden de schuld geeft. Hij is vrij treurig voor een land als Ghana. Want ze hebben echt een hele sterke selectie. En zij verdienen het ook eigenlijk wel om het WK te halen. Maar met Afram Grant als bondscoach lijkt me dat een hele lastige klus. En er stonden voor mij, uit mijn hoofd stonden twee Ajaxiden tegenover elkaar, toch? Traoré en Serrero? Ja, inderdaad. Burkina Faso tegen Zuid-Afrika was dat. Traoré inderdaad bij Burkina Faso, Serrero bij Zuid-Afrika. Ja, Traoré heel, heel teleurstellend. Moest op de rechterflank opereren. Liep daar eigenlijk een beetje met zijn ziel onder zijn arm. Zoals hij al heel lang in Amsterdam dat ook doet. Ja, eigenlijk wel inderdaad. Het is eigenlijk niet anders. Ik heb ook een beetje het gevoel dat hij het niet leuk vindt. Dat hij niet de voorkeur boven Pietroipa in de spits krijgt. Hè? Want Jonathan Pietroipa is nog altijd de nummer 1 spits. Ja. Ik denk dat hij daar een beetje moeilijk mee heeft. Dan heb je al gauw met bepaalde soort spelers dat ze dan minder
ja, minder goed zijn in een wedstrijd. Wordt Frank Kessié wereldtop? Dat is een hele goede vraag. Ik wil alweer een hele goede vraag. Touré stopte als international natuurlijk. En toen werd hij aangedragen. Ik ben hem toen een beetje gaan kijken. 19 jaar pas. Maar was wel indrukwekkend deze wedstrijd met Ivorcus. Ja, klopt. Hij een hele harde werker, maar ook technisch heel goed onderlegd. Spelinzicht is ook heel goed. Dus ik denk dat Ivorcus daar nog heel veel plezier aan gaat beleven. En ik moet ook eerlijk zeggen dat ze dat bij Ivorcus heel goed gezien hebben, hoor. Ja. Ja. Er wordt trouwens gevraagd wanneer de loting is voor de Afrika Cup. Dat is 19 oktober. En dan denk ik dat 20 oktober een crowdfundactie voor jou gaat starten. In ieder geval, dat wordt nu gezegd in de YouTube-chat. Om jou die kant op te krijgen, Bilal. Toppie. Mocht nou iemand dat op gaan zetten, of misschien moeten wij dat eigenlijk wel gewoon opzetten. Crowdfundactie voor een hashtag Bilal naar de Afrika Cup. Moet lukken. Nou eens even afkicken. Wat zeg je? Nou eens even afkicken met NSP pas. Ja, dat prima. Ja, dan denk je dat je in Afrika een NSP pas moet laten zien. Man. Hey Bilal, dankjewel voor je tijd. Zijn er nog, voor de mensen, het is nu 9 uur, nog wedstrijden die ze absoluut moeten gaan kijken? Nou ja, straks om 9:30 Algerije, Cameroen, dat is echt een topwedstrijd. En als ik dan heel even snel mag, dan de 16e oktober is de heenwedstrijd in de Afrikaanse Champions League finale. En als je jezelf echt bekend wil maken met het Afrikaanse voetbal, dan raad ik jullie aan om tussen januari 2017 en april 2017 goed op te letten. Want dan hebben we namelijk 3 continentale toernooien. Dus de Afrika Cup, Afrika Cup onder 20 en Afrika Cup onder 17. Dus beter ga je het niet krijgen. Is dit nou een actie, we hebben het over crowdfunden, dat jij 4 maanden naar Afrika wil in die periode? Nee, dat hoeft ook weer niet hoor. Okay. Nee. Als ik thuis op de bank zit en ik zie die wedstrijden, vind ik het ook al mooi, jongens. Okay. Dus. Heb je al gezien op je rechterscherm wie er keept? Nee, nog niet. Ik krijg binnen dat het Onana is geworden. Leuk. Nou, hartstikke mooi voor die jongen. Maar daarboven staat daar... Nee, volgens Sok, weet je nou, man, ze zoeken het maar uit in die chat. Allemaal verschillende bronnen wie er kiept. Mensen, volg Bilal. Bilal zal het zo twitteren wie er op het hok staat bij Cameroen. Yes. Goed. Hey Bilal, dankjewel voor je tijd wederom. Ja. Zeer van genoten. En we spreken je bij de volgende interlandperiode. Komt helemaal goed, hoor. Komt helemaal goed, jongens. Fijne avond, hè. Doei.